prenatale vratten zien eruit als groepjes roze-rode tot grijs-witte vratten. Ze zijn ongeveer 1 tot 5 mm groot. Bij vrouwen zitten ze vooral rondom de ingang van de vagina, rond de clitoris of rond de anus. Soms zitten de vratten binnenin de vagina of op de baarmoedermond. Bij mannen zitten de vratten vooral op de eikel en de voorhuid van de penis, bij de uitgang van de plasbuis, rond de anus en soms ook op de balzak. Je kunt genitale vratten krijgen nadat je besmet bent geraakt met een virus. Dit virus heet HPV. Als je vrijt met iemand die dat virus heeft, kan dat virus op jouw huid of slijmvliezen komen. Soms ook als je een condoom gebruikt. En dat komt omdat het vrattenvirus ook op de huid en slijmvliezen buiten het condoom kan zitten. Je kunt ook besmet raken via vingers of door een seksspeeltje te delen tijdens het vrijen. Genitale vrat is de enige zooi die je kan overbrengen met een besmette handdoek. Als je het virus hebt, krijg je de genitale vratten niet meteen. Het duurt 1 tot 8 maanden voordat je de vratjes kunt zien. Vaak ontstaan er helemaal geen vratjes. 1 op de 10 mensen met het virus krijgt de vratten, de andere 9 niet. Genitale vratten zijn lastig. Ze kunnen jeuken of een branderig gevoel geven en soms wat afscheiding. Maar ze kunnen verder geen kwaad. Ze verdwijnen vanzelf, al kan dat wel even duren. Bij de een verdwijnen ze na 2 maanden, bij de ander soms pas na 2 jaar. Soms kunnen ze later weer terugkomen. Omdat genitale vratten op den duur vanzelf weggaan, hoef je ze niet per se te behandelen. Wil je ze toch behandelen, dan kan dat met podofilline toxinecreme. 3 dagen, 2 maal daags aanstippen en dan 4 dagen niet. Gebruik het maximaal 5 weken. Je kunt het ook behandelen met imicomodcreme. Om de dag 1 maal aanstippen, maximaal 16 weken. Of met sinecatechinezalf. 3 keer per dag aanstippen, maximaal 16 weken. Deze middelen krijg je bij de apotheek. Je huisarts kan de vratten ook aanstippen met vloeibare stikstof of wegbranden met een elektrische lus. Soms worden patiënten met genitale vratten voor de behandeling naar de dermatoloog verwezen. Zijn de vratten weg, dan kan je stoppen met de behandeling. Laat je ook op andere SOA controleren bij je huisarts. En vrij veilig.